Ik ben Katrien Oosterlink. Ik ben kunstenaar en maak sociale sculpturen. Ik heb samengewerkt met Sarah Dandois van het kunstenaarscollectief Rooftop Tiger. En we zijn hier op het domein van de Zomer van Antwerpen en we hebben hier onze atelier. De golfgever is een gebruikscultuur. Dat is zo gemaakt dat mensen daarin kunnen plaatsnemen om elkaar een massage te geven. Er komen ook geluiden uit het sculptuur en zo kom je in een staat van ontspanning, in contact met je eigen lichaam en in contact met de ander. We hebben die gemaakt speciaal voor de Week van de Geestelijke Gezondheid van de stad Antwerpen. Ik had al een tijdje het idee om sculpturen te maken waarin mensen zouden kunnen plaatsnemen om elkaar een massage te geven. En Sarah had al even het idee naar het achterhoofd van een golvende bank. Die twee ideeën zijn samengekomen. En dat is ook direct de overlap tussen mijn werk en het werk van Rooftop Tiger. Dat eigenlijk onze installaties niet af zijn zonder de bijdrage van het publiek. En het publiek wordt zo eigenlijk ook zelf maker van het werk. De Week van de Geestelijke Gezondheid wordt een heel divers gevulde week waarop mensen op verschillende manieren eigenlijk geactiveerd of gesensibiliseerd worden om na te denken over geestelijke gezondheid. Met workshops, lezingen, films, onze installatie en nog andere installaties in de publieke ruimte. Oké, lieve mensen, ik wil jullie graag allemaal uitnodigen voor de Week van de Geestelijke Gezondheid om inspiratie op te doen om voor jezelf te zorgen en voor je naasten. Van 10 tot en met 16 oktober organiseert de stad de Week van de Geestelijke Gezondheid. Er zijn dan heel wat activiteiten gepland om geestelijke gezondheid in de kijker te zetten. Neem een kijkje op antwerpen.be/gezondheid voor meer informatie.